Hallo iedereen, Bram Warzix hier met vandaag voor een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Unity. Ja, what the fuck zeg ik niet Unity? We zijn natuurlijk in Assassin's Creed Syndicate en holy fuck. Dit is ondertussen ook weer al even een paar dagen geleden dat ik nog gespeeld heb eigenlijk. Al iets van een 3 dagen of zo denk ik. Gewoon omdat ik te weinig tijd heb gehad, omdat ik met andere dingen te veel bezig ben geweest. Maar goed, we zijn nu al sinds terug en ik dacht vorige keer al dat sequentie 3 afgespeeld was, of uitgespeeld eigenlijk. Ik ga gewoon geen Nederlands, sorry daarvoor. Maar blijkbaar zijn we er nog volop mee bezig. We moeten Whitechapel veroveren en daarvoor moeten we 4 dingen doen. Dat is dus hier een missie spelen. Hier een bendevestiging veroveren ofzo. Nog een missie spelen en dan nog iets anders doen blijkbaar. Maar we gaan gewoon met deze beginnen aan dichtbij is. Dus ik zie jullie wel vanaf dat ik daar ben. Oké, zo te zien zijn we er bijna. We gaan hier even met Eevee praten. Ik denk dat dat Eevee is. Is dit Eevee? Laat het Eevee zijn. Eevee is leuk. Yay, Eevee. Oké, 2 kinderen die aan het spelen zijn. En daar komen Eevee en Jacob. It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara. Mr. Green said we might be able to help one another. The fuck? Dat is toch ook een kind? Dat is toch geen volwassen of zo? You've taken most of my money. Why not take a small favor too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. What the fuck? Dat was echt wel een slechte tijd om in te leven. A small favor. In return, we offer you intelligence. Wow, die fucking kleine bitch heeft precies van een grote mond. Oké, blijkbaar gaan wij wat kinderen gaan bevrijden. Kinderen gaan bevrijden van de grote fucking... Oké, bereik het pakhuis. 50 meter, dat is niet al te ver. Dus we gaan wel even parkouren, maar hier gebeurt er weer iets blijkbaar. Zo, geen idee, maar ja, fuck it. Die kerel gaat dood. Stop met schreeuwen, vrouw. Oké, dus even gewoon lopen. We gaan dus naar de Whitechapel Sawmill. En wat er daar moet zijn, dus ik ga er hier gewoon over gaan. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oké. Kinderen bevrijden. We gaan hier eerst gewoon wat random gasten killen. Ah, de voorman is deze. Ah, fucking eikel. Bitch! Ik zit een kogel in zijn lijf en fucking die geeft niet eens een kick. Ontvlucht het gevecht om op kracht te komen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, deze is niet goed, deze is niet goed. Nee, weg! Weg, 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 weg. Ik wil hier niet meer zijn. Jij hebt niks gezien, jij maat. Rekt, oké. Dus, hoe gaan we dat hier aanpakken? Hebben wij al herladen? Oké, nu hebben wij herladen. Die kerels daar hebben niks gezien. Oké. Dus we moeten een paar mensen killen, maar het zijn niet die mensen eigenlijk. En die kerel mag ook nog even rap dood. Oké. Gaan we terug naar binnen gaan zeker, hè? Kunnen wij langs hier naar binnen gaan? Een bijna doodervaring. Dat kunnen we wel zeggen. Maar langs daar kunnen we dus niet naar binnen gaan. Misschien langs het dak wel. We zullen een keer gaan kijken, maar ik betwijfel het eigenlijk. Kinderen bevrijden. Ja man, dat gaan we doen. Rustig. Oké, dus hier staat het alleszins dicht. En langs hier ook, jammer genoeg. Kut. Oké, maar langs hier kunnen we wel naar binnen gaan. Jij hebt niks gezien, jij maat. Wow, toch wel, fuck. Oké, dan gaan we die gewoon even kapot maken, hè, man. Yes, ik heb echt wel dringend betere wapens nodig. Oké. Even beroven, voilà. Kan ik eigenlijk mikken met mijn wapen? Ja, dat gaat. Oké, mooi. Die kerel daar moet... fucking dood. Oké, nice, hij is dood. Oké. De voorman is dood, nu nog kinderen gaan bevrijden. En hoe de fuck gaan we dat doen? Eerst misschien eens die kist looten. Voilà, ze. Wow, daar is precies redelijk wat geld in. Oké. Dus hoe doen we dit?
Misschien eerst nog even dat laden, ik weet maar nooit of die kogels van pas gaan komen. Fuck, waarom de fuck deed ik dat nu weer? Gas wat, we killen die gewoon wel. Maakt eigenlijk op zich niks uit. Duurt gewoon nog wel langer. Maar oké, die bitch is dus ook dood. Terug even naar boven kruipen. Oké. Hier zijn kinderen, jullie zijn vanaf nu vrij kinderen. Is graag gedaan, man. Oké. Dan nog een paar te gaan. Ik doe hier niks, oké? Ik ben hier zelfs niet. Ik ben hier niet. Fuck off. Oh my god. Oké, dan gaan we er dus even nog twee kapot maken. Nu drie zelfs. Ah, fuck, maar die kerel. Nee. Fuck off. Ga niet. Oké, nee. Fuck. Oké, dit is fucking hell. Oh my god, dit is eigenlijk wel hectisch. Oké, wacht. We gaan eerst die kerel kapot maken. Nee. De regels van Queensbury. Ik denk dat is omdat ik 40 kills heb gehaald of zo. Oh my god, hoe lang gaat deze gevecht dan zo nog duren? Want ik doe bijna geen damage op die kerels. Hè. Oh shit, nee. Nope. Denied. Zie maar een combo al gaan, man. 69, bitch. Ah, kut. Ja, nevermind. Daar gaan we een combo. Voorkom dat alarm al afgaat. Ja. Dat is daar al te laat voor, want die is daar juist afgegaan, dus ja. We zullen ze wel nog even hier naar beneden halen als dat gaat. Oké. Even nog die kinderen bevrijden. En waar zijn die laatste? Die zit niet boven of zo. Oké. Dus dan gaan we terug nog even een verdieping naar boven. En daar staat ook nog een kist. We gaan eerst eens die kist openmaken. Iemand heeft mij gezien, maar dat maakt allemaal niet uit. Oké, jullie zijn ook vrij nu. Ja, je moet anoniem zijn. GG. Oké, kom naar hier, maat. Bitch. Headshot. Oké, die zijn precies allemaal bevrijd. Oké, voorkom dat het alarm afgaat. Is toch gelukt. Nice. Loyaliteitsniveau, dat heb ik nog altijd niet. Kinderen bevrijden voltooid. Oké, dan kunnen we naar het volgende gaan. En dat is... de bendevestiging gaan veroveren ofzo. Geen idee wat we daar gaan mogen doen. Maar we zullen er maar naartoe gaan. Oké, bondgenoten en loyaliteit. Zoek bondgenoten in Londen en help ze. Help bondgenoten zodat ze loyaler worden aan de rooks. Met loyaliteit kun je unieke waardevolle beloningen vrijspelen. Dus dat is wel nice. Zijn er hier nu echt kinderen over die... What the fuck, die kinderen kunnen goed parkouren precies. Holy shit. Oké, even helpen. Wat? Dat is de dief. Die vrouw hier is de dief. Meen je dat? Oké, dan. Makkelijk. Niks tegen vrouwen of zo. Ik zeg niet dat die niet kunnen lopen, maar... dat een beroofde was, een beroofde vrouw, dan... een dief, hè. Oké. Dat is, ja... de vrouw in nood proberen te helpen, dat is ja, wat dat helden doen. En Jacob is natuurlijk wel een held. Oké, ik heb geen idee waarop de fuck ik nu eigenlijk aan het praten ben. Oké, laat me fucking gerust. maar ja, hoe dan ook, binnen 60 meter kunnen wij eindelijk onze eerste bendevestiging gaan veroveren. Onze bendevestiging van de Rooks. 10 blighters elimineren. Oké. Want we willen wel dat dit rookgebied wordt. Oké, wacht. Hoe activeren wij ook al... dat is dus fluiten. Bommen gooien, daar heb ik niet echt iets aan. Werpmessen, maar goed. Eagle vision. Ah, L3, oké. Arendsoog. Eagle vision, maakt allemaal niet uit. Dat is hetzelfde. Oké. Dus we gaan naar hier. Zijn dat hier blighters? Zijn die gele blighters? Gele zijn geen blighters, hè? Nee. Zijn die gele blighters? Oké, hier zitten er wel, hè. Daar zit er eentje. Kijk. Zou ik nu eindelijk eens een one-hit headshot kunnen halen? Ja! Oké, nice, dat gaat gewoon. Oké, dat is mooi. Oh shit. Easy, man. Rekt. Oh, die gaat fucking schieten. Kut. Nee, kut. Godver... Wow. Het is hier niet goed. Shit.
Nee, 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 nee. Nee, fuck, nee! Bitch. Oh my god, dit komt hier echt niet goed. Oké. Tot nu toe ga ik het nog wel oké, denk ik. Hoewel ik altijd zo van de ene op de andere moet springen. Oké, die kon ik gewoon in één keer killen nu. Oké, oh my god, ik zie mijn pro zijn. Zie mijn... Ja. Tot zover mijn pro zijn. Godverdoeme, man. Beschermde burger. Oké, die twee killen zeker. Ik weet niet wat we moeten doen. Oh fuck, dat paard begint er ook een keer tegen mij te botsen. Even een derde kerel in elkaar slaan en dan zou dat hier gedaan moeten zijn. Oké, valasse. Nu nog even 10 van die kerels terugkillen. Ik hoop dat het mij deze keer wel zal lukken. Misschien moeten we het gewoon ietsje meer stealthy doen. Ah ja, eigenlijk zouden we ook niet met fucking Eevee moeten kunnen spelen. Normaal gezien zouden we moeten kunnen wisselen tussen de twee, dus ik weet het eigenlijk niet. Ja. Je verlaat het terrein. Nee, ik ben er juist in gegaan. Je betreedt het terrein, dat is al beter. Oké. Dus, die kerel moet dood. Eh, shit. Ja, ik ben dus nu al aan het sukken. Je springt naar beneden. Must be one of the clinkers. Good place to start. Oké. Hey, bitch. Ja, kut. Oké, dat was headshot, maar dat was niet dodelijk. Oké, voilà, nu is ze dood. Oké, nog maar 9 enemies te gaan. Nog maar 8 enemies te gaan, blijkbaar. Ik denk dat iemand mij aan het helpen is. Nee, fucking kut. Oké, wacht, die is dus dood. Nee. Vuile eikel. Nee, jij hebt mij niet, man. Hé, hey, de meneer Blight is ondertussen center al 12 geworden en ik ben weer aan het doodgaan. Nee, is nog maar niveau 2 zelfs. Oh my god, dit is echt niet makkelijk eigenlijk. Oké, maar die is dood alleszins. Deze is ook dood. Voilà, die twee zijn alle twee dood. Fuck off, gijze man. Jij gaat mij niet killen, gij. We moeten nog maar 3 doen, nu gaat het ons lukken. Ja, fuck. Oké, hier is onze fucking 11e. Oké, een combo van 50 terug, dat is ook mooi. Voilà, ze hebben mijn kop in het zand, ja man. Another one bites the dust. Oké. Er is nu nog eentje te gaan, die zit daar. We gaan er een throwing knife op smijten, denk ik. Waarom niet? Throwing knives zijn leuk. Throwing knives zijn de shit. Oké, waar zit jij, man? Denk toch dat jij een man bent? Ik weet het niet. Oké, nee, je bent een vrouw. Maar jij maakt niet uit, je bent dood. Dus voilà, dat is gedaan. En voilà, zij de rooks. Bevrijd en bescherm gevangen klinkers. Ja, nee, dat is niet gelukt, sorry. Maar dit is onze eerste dingen voor de rooks. Onze eerste bandvestiging. Dus voilà, zij toch nog weer een klein stukje veroverd. Nice. Dus dan kunnen we nog doorgaan naar het volgende ding. En dat is nog een kleine missie of... Een tempeliersjacht. Ik ga naar de tempeliersjacht gaan. Maar hoe ver is dat precies? Oké, nee. Eerst nog deze. Ben de leider van Whitechapel. Ik heb precies aandacht getrokken. Dus... Die kerel moet dood, of wat? Wat gebeurt er? Ik snap het niet. Holy fuck, die kerel heeft ook zo'n ding dat hem weg kan springen. Dat is niet cool. Oké, we gaan vechten, jongens. Yes! Eén vaardigheidspunt. Oké, dat gaan we straks eens een keer gebruiken. Overleefde hinderlaag. Fuck jullie allemaal, man. Dikke hinderlaag overwonnen. Recruteer rooks om ze voor je te laten vechten. Oké, dat gaan we wel een keer doen als we de kans krijgen. Dus nog juist die kist vinden, dan een keer naar onze vaardighedenpunten kijken. Oké, openen, voilà. We zullen het nog maar laten voor de volgende keer. Ik ga proberen om hier ook eens te veranderen naar Eevee, maar ik weet echt niet waar dat zou moeten gebeuren. Nee, ik weet het echt niet. Dus we gaan nog even gewoon met vaardigheden gaan. We hebben 6 punten die we kunnen besteden. Wat is deze? Leiderschap. Druk op R1 om rooks in te huren, zodat ze je volgen. Je had er één ingedrukt om meer opdrachten te bekijken. Je kunt door maximaal 2 rooks tegelijk gevolgd worden.
Oké, okay, Arendsoog, Aasgier. En op het einde, nou ja, de revolver held. Stelt heb ik niet echt nodig op Jacob. Eigenlijk dat deze enkel voor Jacob telt. Dus, ah ja, Jacobs vaardigheden, dus dat telt alleen maar voor hem. Gevechten mogen wel, stelt niet per se. Ecosysteem kan ook van pas komen. Aasgier, je vindt veel voorkomende grondstoffen van elke bron, maar dat heb ik nog niet echt nodig momenteel. Als je een team al komen bereikt, brengt je volgende aanval je vijand automatisch op het randje van de dood. Dat is wel handig, dat ga ik kopen. Dat moet ik hebben. Oké, dus we hebben slachten niveau 1. Dan onstuitbaar. Passiviteit leidt minder snel tot het verlies van je combo-reeks. Oké, dat heb ik niet echt heel erg nodig, maar... We gaan gewoon eerst eens deze kopen en dan kijken of we niet direct verder kunnen gaan. Oké, nee, we moeten eerst nog dit kopen. Dan doen we dat gewoon even, hè, waarom niet? Je hebt een nieuw niveau bereikt. Niveau 2, fuck yeah. Oké. Ontstaatbaar niveau 2, gezondheidsboost. Ja, waarom de fuck niet? We hebben toch nog 3 punten, we gaan gewoon 3 dingen kopen. Waar extra leven, ontstaatbaar en dat gaat blijkbaar niet. Dat kost 2 punten dus, oké. Dat had ik misschien beter even geleden. Een verbeterde tegenaanval had wel mooi geweest, maar ja, dat zal dus voor de volgende keer zijn. Er stond hier nog juist iets van XP boosters kopen. Serieus? Kunnen we dat nu echt kopen? Ja, dat is natuurlijk mijn echt geld. Nee, dat doen we dus niet. Maar ja, ik denk dat dat eigenlijk is waar we de video van afronden. Ik ga wel een keer zoeken hoe dat ik precies met Eevee kan wisselen. Misschien is het hier zelfs ergens. Nee, ik denk het niet. Maar hoe dan ook, ik zie je wel terug in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als dat zo is, vergeet dan zeker en vast niet deze video te liken. Mijn naam is BramWarsX. En ik zie jullie graag volgende keer weer. Tot ziens!